Jij spreekt Jan Roos aan als verslaggever, maar die tijd is voorbij. En sterker nog, toen Jan Roos nog even rondliep, werd hij ook meteen weggestuurd. Op de plek waar je als verslaggever in de Tweede Kamer een aantal keren kon rondlopen, al die tijd. Dat mag allemaal niet meer, Jan. Nee, dat klopt. Ik mag er wel rondlopen. Ja, dat wel. Maar hij mag geen interviews geven. Nee. Ik heb hem voorwaardelijk aan de broek. Juist. Dat is pittig. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kende die regel niet. Ik ben nu lijsttrekker van een partij die daar al in de Kamer zit. Ja, die regel is trouwens bedacht om misschien wel bijvoorbeeld zo'n verslaggever die jij vroeger was, om medewerkers van fracties te beschermen tegen de pers. Dus wij mogen medewerkers niks vragen. Jij bent nu medewerker. Ja, maar dat begrijp ik wel. En dus mag je geen interview geven. Die medewerkers wilden niet het woord doen. En ik als lijsttrekker politiek leider van... Wilde het wel graag. Wil niets liever. Dus 100 meter verderop. Maar ik kreeg dus een brief van de Tweede Kamer dat de eerste keer dat ik in de overtreding was. Ja. Of ik als partijleider van WNL daar niet meer wilde komen. Dus heb ik een bericht teruggestuurd. Ja, ik werk niet bij WNL, maar bij VNL. Ja. En ik kwam daar op een gegeven moment langs. En kreeg ik dus van mijn vroegere strijdmakkers van Geen Stijl die camera in mijn gezicht. Ja, dan geef ik wel antwoord en loop ik niet weg. Ja. Ja, en toen was dat gelijk een voorwaardelijk aan de broek. Het staat wel stoer ook, hè? Sorry? Het staat wel stoer. Een voorwaardelijk aan de broek, bedoel je? Okay. Nou, ik vind het helemaal niet stoer. Ik vind het juist een beetje vervelend. Kijk, de balletjes gaan rollen toen Sylvana Simons een persconferentie belegde daar in de Tweede Kamer. Nou, zij is kandidaat Kamerlid en heeft er inderdaad niks te zoeken. Ik werk er omdat ik al lijsttrekker ben. Ik ben ook kandidaat Kamerlid. Zij werkt ook voor DENK als ondersteunend medewerker. Ja, prima. Maar ik beleg daar geen persconferentie. Laten we er niet te lang mee doen. En dat kan dus nu niet. En dat vind ik heel jammer. Ja. Hij mag wel hier komen. Ja. Ik wil het hebben over... dat mag van de Tweede Kamer, mag dat tot nu toe. En WNL is ook niet boos geworden. Ik wil het hebben over premier Rutte. Of althans, de deal die gesloten is in Brussel over het verdrag met Oekraïne. Het gaat natuurlijk allemaal naar aanleiding van de uitkomst van het referendum. Daarom is ook, zit jij hier aan tafel als een van de gezichten van dat referendum. Rutte zegt, ik heb geluisterd naar die nee-stem. Dat heb ik meegenomen naar Europa. En ik heb geprobeerd daar het een en ander uit te krijgen. En er is op vrijdag altijd het gesprek met de minister-president. En daar zei hij vandaag dit. Dat is juridisch bindend vastgelegd. En Nederland heeft er een veto op. Dus als anderen zouden zeggen, we gaan het toch anders zien. Dus dat verdrag geeft wel aanleiding tot toetreding. Of het verdrag geeft wel aanleiding tot vrij verkeer van werknemers uit de Oekraïne. Dan ligt Nederland dwars. Dan ligt Nederland dwars. Maar dan is het zelfs nu juridisch bindend vastgelegd dat het dat niet is. Voor de alle 28. Mocht er een voorstel komen en een meerderheid zegt we gaan het veranderen, dan kan Nederland dat met een veto tegenhouden. Dus in die zin is dit nu echt duidelijk. Al die punten die zo dominant naar voren kwamen in de aanloop naar 6 april, die zijn nu echt allemaal van een antwoord voorzien. En in die zin heb ik inhoudelijk dus ook een antwoord op die nee-stem. Ja, ik neem aan dat jij blij bent dat het nou eindelijk klaar is. Nou, het is helemaal niet klaar. Kijk, meneer Rutte die weet duidelijk waarom iedereen naar die stempjes is gegaan. Dat kan hij helemaal niet weten. Hij weet niet precies waarom mensen nee hebben gestemd. Maar de vraag was, bent u voor of tegen het associatieverdrag tussen de EU en de Oekraïne? 61% van de mensen die zijn gaan stemmen, die zeiden, nee, ik ben tegen, ik wil het niet. Als je dus die nee-stemmer tegemoet wil komen, is er maar één ding, en dat is niet ratificeren. Dat je dan in je eigen glazen bolletje ziet waarom die mensen zijn gaan stemmen. En dat je dan met een paar regeltjes aankomt van, ja, dit stond niet in het verdrag. Ja, je maakt er gewoon een puinhoop van. Ja, maar even om de minister-president een heel klein beetje ter wille te zijn en terzijde te staan in dit verhaal. Er is een debat, want er is een behoorlijk debat geweest in het hele land rondom het referendum, waarin de voorstanders en de tegenstanders elkaar op allerlei plekken troffen. En soms ook aan deze tafel bijvoorbeeld. En de argumenten die werden gebruikt door mensen die zeiden van wij willen geen associatieverdrag met Oekraïne, waren bijvoorbeeld een paar geen militaire samenwerking, geen financiële steun, geen lid van de Europese Unie. Hè, dat mocht allemaal niet. En dus dat Rutte denkt, dat zijn argumenten van het nee-kamp, is niet zo gek. Luister even naar wat je daar zelf bijvoorbeeld over gezegd hebt. Nou, de kwestie is dat de voortrazende trein Europa maar geen halt geroepen kan worden. Maar dat ook helemaal niet de bedoeling is. Het gaat maar door, er moeten maar steeds meer landen bij komen. Wanneer bent u tevreden? Wat moet er veranderen? Nou ja, laten we eerlijk zijn, het is een militaire samenwerking met een land in oorlog. Dat lijkt me bijzonder onhandig. We gaan zogenaamd de corruptie aanpakken met het corruptste land van Europa. En dat doen we met de corrupte leider Poroshenko. Ja, dat is een beetje hetzelfde als dat je de Amsterdamse maffia gaat bestrijden met Willem Holleder.
Die argumenten die jij noemt als bezwaren, en die anderen dus ook als bezwaren hebben genoemd, daar heeft Rutte dus naar geluisterd. Dat was, nou ja, dat was minder dan een paar uitgehaald. En daar staat bijvoorbeeld nu de eerste regel. In het associatieverdrag staat niet dat je met dit associatieverdrag lid wordt van de Europese Unie. Ja. Ja, dat klopt, dat staat er niet in. Er staan wel meer zinnen niet in. Maar dat je daarmee aankomt van jongens, het staat er niet in, dat weten we ook wel dat het er niet in staat. Alleen een associatieverdrag is de eerste stap. Het is een verloving naar de Europese Unie. Nu kan je zeggen, ja, via dit associatieverdrag kunnen ze geen lid worden. Nee, dat klopt. Ze kunnen gewoon lidmaatschap aanvragen en alsnog lid worden. Ja, maar Rutte dat zegt is ook nu, de bedoeling uiteindelijk. Rutte zegt nu met dat papiertje wat ik er eigenlijk aanhang, dat papiertje is niets waard. Het papiertje is niks waard? Helemaal niets waard. Dus wat Rutte nu heeft gedaan, zeg jij, is flauwekul? Rutte heeft gewoon geratificeerd. Er is niets veranderd binnen dat associatieverdrag. Ja. Er staan een paar regels van dit staat er niet in. Ja, ik kan meerdere zangers nu gaan citeren. Ja. Dat staat ook niet in dat verdrag. Ja. Ik bedoel, je kan door blijven gaan. Ja. Maar er verandert niets. Ja. Dit is gewoon een ja. En als de VVD-premier nou gewoon, laten we zeggen, ballen had gehad, had hij gewoon 2 weken na het referendum gezegd, jongens, bedankt voor jullie raad, maar ik doe er geen moer mee. Hij heeft er nu 250 dagen over gedaan om te zeggen, jongens, bedankt voor jullie raad, maar ik doe er geen moer mee. Want hij doet er niets mee en komt nu met een zogenaamde deal waar niets in staat. Hij had net zo goed een leeg A4'tje eraan kunnen nieten en zeggen, jongens, dit stond er ook niet in. Ja. Uiteindelijk natuurlijk, omdat hij op een gegeven moment de conclusie heeft getrokken dat het voor Nederland beter is in de verhoudingen in Europa en ook richting Poetin, dat Nederland beter dit verdrag door kan laten. Ja, dat heeft hij mij nog nooit kunnen uitleggen waarom dit nou zo goed is. Nee, dat probeert hij nu. Nou ja, jij hebt een associatieverdrag met het meest corrupte land van Europa. Eerst was het een handelsverdragje. Ja. En op een gegeven moment begon hij de vacuümbommen op Aleppo er maar bij te halen om toch te laten zien dat het niet een handelsverdragje was, wat zo'n echt citaat was. Nee, dat was wel een opmerkelijke. Nou, dat is een beetje het probleem, hè. Mark Rutte die begon eerst van, jongens, waar hebben we nou iets tegen handel? Nou, we hebben geen handel met de Oekraïne. Ja. En toen dat niet werkte, kwam Rusland, de geopolitiek. Zegt hij op een gegeven moment, ja, maar het is goed voor een stabiele oostgrens. Er is een burgeroorlog gaande aan die grens van Oekraïne. Dus echt stabiel kan ik dat niet noemen. Waar het op neerkomt, dit is geen deal. Dit is een fopspeen voor de nee-stemmer. En 61% van de mensen die opkomen zijn komen opdraven. Ja. Even zeggen, we willen het niet. En die krijgen het alsnog. 2,5 miljoen mensen hebben nee gezegd. En jij zegt, die hebben dus nu een fops meegekregen. Wat is het vervolg eigenlijk van dit verhaal? Rutte zal nu zeggen, ik ben nu klaar. Ik heb mijn best gedaan. Ja, ik er heb komt nu een huzarenstukje of dat. Ja, nou ja, hij is natuurlijk nog niet zeker van wat er in de Eerste Kamer gaat gebeuren. Daar is hij wel zeker van, hoor. Ja, ik dacht dat dat van tevoren de CDA-senatoren daar, die zouden het dan oneens moeten zijn met bijvoorbeeld Sybrand Buman. Dat is ook Buman, de deal binnen het CDA. Kijk, de PvdA, die zei, we accepteren de uitslag. Ja. En hebben in het eerste debat al gezegd van, nou, toch maar niet. Mm-hmm. D66 heeft zijn D van draai duidelijk weer gemaakt door te zeggen van, oké, we zijn nee is nee, maar ja, Mitch mag ook wel zijn. Ja, dan komen ze in de Eerste Kamer tekort. Ja. Sybrand Buma heeft iets heel slims gedaan, want die blijft namelijk, kan over de verkiezingen heen schreeuwen. Ja. Het CDA zegt nee is nee, maar de Eerste Kamer gaat ermee akkoord na de verkiezingen. Ja. En praat niet want het komt pas na de verkiezingen. Wat was nou het alternatief geweest als hij inderdaad meteen had gezegd van, sodemiet hem maar op, we doen het gewoon niet. Jij zegt dat was beter geweest? Nee, dan had je ballen gehad, zijn. Had je ballen gehad, ja. Nee, dan liet je zien. Kijk, wat hij nu laat zien is dat hij 250 dagen marchandeert met een uitslag van een referendum. Kan je zeggen, ja, maar het is raadgevend. Daar heb je geen 250 dagen voor nodig om dat toe te geven, want dat wisten we allemaal. Dan had je gewoon moeten zeggen, jongens, bedankt, maar we doen er niks mee. In 2005 is dat net zo gegaan. Ja. Europese grondwet, ontzettend bedankt, maar we doen er niks mee. Wees dan eerlijk, wees dan duidelijk. Dit is gewoon een onbetrouwbare man. Natuurlijk inderdaad. Sander, wat is de balans? Nou ja, dit is voor Rutte blijft dit een heel ingewikkeld ding. Dit gaat hem, de hele campagne blijft hem dit achtervolgen. Reken maar. En ik ben morgenochtend al uitgenodigd om 11 uur in een buurthuis in Zevenhuizen, waar hij dan in gesprek gaat met de nee-stemmer. Die heeft hij wil het ze gaan uitleggen. Nee, het gaat als volgt. Dit is echt VVD. Hè? Ja, de vraag is wie daar dan zijn. Dat gaan we morgen zien. Dit is de democratie volgens de VVD. 61% van de stemmers. Maar je mag nu, als je een nee-stemmer bent, mag je een mailtje sturen naar de VVD-top. Dan kiezen ze jouw vraag uit als het ze bevalt. Nee, je mag en die wordt komen. En die wordt, ja, als die vraag
de VVD bevalt om te komen stellen. Dus, ja. Dus echt, ja, maar dat zullen we morgen gewoon bekijken. Ja, maar het is toch wie daar jij daar zijn. Jij bent er in ieder geval morgen. Ik ben er, Mark Rutte is er en ik hoop een aantal nee-stemmers. Nou heeft dat Nekamp, heeft even los van, want ik wil even bij de Oekraïne weg, als jullie het goed vinden. Even nog, dat Nekamp heeft 3 politieke initiatieven min of meer voortgebracht. Thierry Baudet. Het is geen initiatief van het VNL, was er al wel, maar jij hebt wel de stap gemaakt naar de politiek. En dan is er ook nog Geen Pijl, waar jij eigenlijk jouw krachten aangaf, die met Jan Dijkgraaf nu heeft gezegd, wij gaan het ook doen. Je zou kunnen zeggen, dat is op zich goed nieuws. Hè? Meer politici, meer betrokkenheid bij de politiek is altijd goed. Maar het had ook meteen iets sneus, dat je dacht, die 3 hebben binnen een kwartier alweer ruzie. Ik geef toe dat het inderdaad sneu overkomt. Ik heb overigens met niemand ruzie. Liever zegt Thierry Baudet is een tijdje geleden bij mij koffie komen drinken, want ik heb hem uitgenodigd. Ik zei, jongen, ze praten over niks anders dan rechtse versplintering. Overigens ben ik een rechtse partij en kijk om me heen en zie niet zoveel rechtse partijen meer in Den Haag. De VVD is het al lang al verloren. De PVV heeft wat rechtse kantjes, sociaal-economisch hartstikke links. Maar opeens is er een rechtse versplintering. Ja. Geen Pijl staat voor niks. Dat hebben ze zelf toegegeven. Dat is ook precies de reden waarom ze Jan Dijkgraaf, denk ik, hebben gevraagd als lijsttrekker. Dus daar hoeven we niet over te hebben. Maar Thierry heeft, 1,5 maand nadat ik deze stap heb genomen, heeft hij gezegd van, ik ga dat ook doen. Dat is hem goed recht. Ik wens beide mannen heel veel succes. Maar een echte politieke partij is VNL. Voor Nederland heeft gewoon zijn leden. Staat in het hele land al met regio-coördinatoren. Maar waarom zijn ze zo boos op jou? Want ze noemen jou een narcistisch, egocentrisch, opportunistisch, ijdel mannetje. Ja, dat is de meneer die achter Geen Pijl zit. Ja, Bart Nijman, denk ik. En die noemde mij dat omdat hij namelijk vond dat journalisten nooit de politiek in mochten gaan. En dat is dezelfde man die nu voorzitter is van Geen Pijl. Die heeft denk ik zichzelf nog een paar keer in de spiegel aangekeken. En gedacht, nou, misschien ben ik eigenlijk ook wel een ijdel mannetje. Maar dan ben je van plan ook de politiek dan ben je in. Dus van plan om de VVD het vuur aan de schenen te leggen met dat rare gedraai rond het referendum. En dan ga je er intern zo'n zooitje van maken. Dat vind ik dan. Nou, er is geen intern. Ik ben bij Geen Stijl ben ik weggegaan. Ben je al ontslagen daar, of niet? Nou, het was zo. Het verhaal kwam dat ik de politiek in zou gaan. Ja. En toen zeiden ze daar, dat is niet te combineren met je verslaggeving voor Geen Stijl. Je kan je spulletjes pakken en vertrekken. Ja.